Ja, ik wil jullie dus namelijk allemaal namens Corina en deze boer, Rijk op de bank, Elwin daar op de bank. En ik kan ook uiteraard zo ontvangen. Oh, die lag te slapen. Dus laat hem lekker slapen. Dus wil jullie namelijk een hele fijne feestdag. Trek het dan, schudden, hè? Doe maar. Kijk dan, die is al heel eind. Waar is dat? Waar is het Rijka daar? Zo, lieve vrienden, ja, het is zondag, de dag voor de kerst. Dus vanavond, kerstavond, ik moet trouwens mijn oorbellen nog in, maar dat doe ik lekker niet. Nee. Ik heb ook maar een heel klein beetje oogschaduw, enkel zwart met, ja, er hoort glitter in te zien, zitten. Ik weet niet of jullie het zien, maar er zit wat glitter in. Dat is de hoogschaduw. Vanavond komt de rest, als ik me klaar ga maken. Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ga zo meteen met de hondjes uit. Het is dus zondag, de 24e. Ik zei toch al, ja, de dag voor kerst. Dat is de 24e en niet een andere datum. Het is 13:54, dus bijna 2 uur. Het weer, ja, grijs, grauw, echt heel donker weer. Niet leuk meer. Ik ga even buienradar kijken, want ik zie wat spatjes op de poort komen. Ja, ik zal weer eens wat, hè? Ja, zien jullie het? Ja, niet leuk. Kijk op de andere, wat die zegt. Ja. Nou ja, jammer. Worden we een klein beetje nat. Niks aan te doen. Wat wou ik nou zeggen? Ja, ik blijf mijn last van die maag houden. Ik weet niet wat dat is, hoor. Had het toch al sowieso, want ik slikte altijd die maagbeschermers van de huisarts. Dat moest ik eerst morgens innemen voordat ik uit mijn bed kwam. En pas een half uur daarna mocht ik pas eten. Maar ik heb het afgebouwd. Ik heb nog wel een paar, maar ik heb die druppeltjes. En dan moet je water oplossen, 20 druppeltjes, en dat is op natuurbasis. Maar ik ga toch straks even internet om te kijken hoe dat nou kan en hè. Maar dat komt wel goed. Ik moet nog steeds de keuken doen, want gisteravond, jullie weten het, kreeg ik onverwachte visite van Mario en Anna. Nou, die hebben de half avond hier gezeten. Dus al met al werd het vannacht weer een latertje, want ik moest nog een vlog ook in elkaar zetten, hè? Ja, dat moet ik vandaag ook nog. Ja, want anders hebben jullie morgen niks. Nee. Maar ja, we zien het wel, we zullen het wel beleven. Moeder ruilt en zeilt. En dan, gaan we er gewoon lekker vandaag verder ervan genieten. Ik heb mijn haar trouwens nou wel gewassen, maar ik weet niet hoe het zit. Maar er komt vanavond nog meer bij, ja. Ja, er komt heel wat bij te kijken. Dus ik heb het nog druk, zowel in de keuken, zowel met mezelf. Ja. En daarom gaan we nou eerst lopen. En ik zou nog naar de FOMAR. Ik wou nog wat halen, maar ik weet even 1, 2, 3 niet meer wat dat was. Oh ja, soep. Ik wil soep. Een blik soep. Kippensoep. En of groentesoep. Ik zie wel. Lekker. Ja, daar heb ik gewoon zin in. Wat ben jij aan het doen, jonge dame? Hé? Dat zit er lekker bij. Hé? Helemaal lang uit. Ik heb nog net eentje naast je zitten, achter je poot. Ja. Hé? Wijfie. Maar in ieder geval, ja, lieve vrienden, wij gaan even de hort op. Kerst uitverkoop. Nou, nee hoor.
weg ermee. Dus we gaan er lekker even vandoor, even de frisse lucht in. En ik denk toch dat ik even mijn oude sjaal omdoe, want ik loop echt te smoren met die sjaal. Die sjaal die nieuw is, die is echt ervoor wanneer het vriest. Maar niet, het vriest niet. Het is nu daar 12 graden. Mooi. Op mijn telefoon nog 11. Even kijken. 12. Het voelt aan als 8. Heb ik niet zo'n dikke sjaal nodig die meer voor de winter is. Kijk, er komen weer druppeltjes. Dus ik doe een andere sjaal, want anders wordt het mij veel te warm. Ja, en dan kijk ik mijn jas ook fatsoenlijk dicht hebben. En ja, gewoon even beter. Dan hang ik die grote sjaal hang ik op, die doe ik 3 keer om mijn nek. Nou, je loopt echt te zweten met dat ding hoor. Echt wel. 2 uur, klopt dat? Je bent nou ietsje voor. Nou, beter voor dan achter. En dat loop je vanzelf alweer. Het is 13:59. Dus ja. Maar in ieder geval, ja, er komen regendruppeltjes op de deur. Dus we zien het wel, hoe het ruilt. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van deze dag. Maak het voor vanavond met z'n allen gezellig. Ga leuke dingen doen, spelletjes met elkaar, tafelspelletjes of wat ook kan. En dat vind ik altijd heel erg mooi. All You Need Is Love, de winter, de kerstspecial, hè. Ja, dat is dus vanuit een verre buitenland. Ergens weet ik van waar vandaan, die normaal gesproken niet hier naartoe mag komen. Vanwege dat veel, ja, visum, weet ik veel, moet je allemaal aanvragen. En ja, Robert en Brink met zijn team, die krijgen het wel voor elkaar. Dus ja, hoe mooi is dat? En dan zit ik weer lekker te snotteren en te huilen voor een ander uit blijdschap. Dan, ja, ben ik blij voor die mensen. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. Dat hun dat voor elkaar weten te krijgen. Want wil jij iemand uit het buitenland zien, krijg jij het zo niet voor elkaar. Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja. Godje, mijn broek die is nog vochtig en dan ben ik al heel ruime tijd thuis. Meisjes zullen ook nog wel vochtig zijn, denk ik hoor. Ja, als ik vochtig ben, zoals mijn haar, drijf door nat. Ja, Elving is ook nog drijf door nat. Heb ik ze afgedroogd en al, hè? Kun je nagaan. Rijkatje. Mijn kleine meisje. Die is vochtig, die is niet echt drijfnat meer. Maar zij en ik, mijn jas ook drijfnat. Ik heb het allemaal uitgehangen, boven de kachel, in de gang. Want ik ben ook aan het werk geweest, in de keuken. Zoals jullie allicht begrijpen. Want het was hier één dikke bende. Nou, alles klimt je weer tegemoet. Ja, en die staat te draaien. Ja, en dat kan ik niet kwijt. Nee, helaas. Snoepjes op anderhalf. Nou ja, dat moet voor het rijpen staan. Dat kan ik niet kwijt in de kast. Dat is zout en dat is zout. Kan ik ook niet kwijt. Nee. Dus, nou ja, we schuiven het een beetje naar achteren. Zo, en dan zetten we die ervoor. Die moet nog steeds aan de schuur opgehangen worden. Nou, dat was dus allemaal drijfnat. Dus dat hangt te drogen. Dat hangt ook te drogen, zodat dat zodra dat droog is, gaat het in die zak. En dat is met deze kant net zo. En dat is allemaal schoon en dat is ook schoon. Dus ja, lekker bezig. Ook ben ik voor Karin bezig geweest voor een of andere club van een auto, van een buddy club. Even een plaatje gemaakt. Dus ja, en nou gaan wij dat snel weer verlaten. Wat is het? En ik moet het vlog in elkaar gaan zetten. En daarna zien we wel verder. Enkel ik heb pijn aan mijn oog, aan die. Hoe komt dat, zou je denken? Ik klaag nooit over mijn ogen, nee. Maar nu wel, ja. Er kwam een
hele harde, grote regendruppel. Toevallig, die kwam op mijn ooglid en die viel zo in mijn oog. En brandde, ja, er zit zout in en er zit troep in. Dus ja, halleluja. Het begint alweer te zakken, dus ja. Ik heb het, ik weet niet of er nog, oh ja, er zit nog oogschaduw op. Ja, nou ja, kunnen we het vanavond verder doen. Ik moet, het is allemaal nog nat. En stiekelig. Ja, nat en hard. Maar ja, komt allemaal goed. Ja, we houden gewoon vol goede moed. Ik ga de televisie aandoen. Ik heb er net een hele tijd muziek gehoord op Google Hub. Ik ga kijken of er ook kerstfilms bezig zijn. En dan merken we het wel. En vanavond natuurlijk onze Robert ten Brink met All You Need Is Love. Ja, en dat willen we zien. Zeker weten. Dus zeg, geniet met jezelf, met de familie om je heen. Ik noem maar wat op, hè. Ja. Dus bekijk het en geniet ook. Zeker met ons een beetje mee. Zeg, tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. En ik wens jullie als eerste natuurlijk allemaal een hele liefdevolle kerstavond. Ik ben er klaar voor. Ik ben helemaal netjes in nieuwe kleding. Er zitten lange mouwen in, maar ja, die heb ik. Ik heb het warm, dus dan maar omhoog. Ja. Het is een V-hals, ik heb een topje eronder. En ik heb een, ik laat het even beter zien. Ik heb een eye collier. Een dubbele, want deze hoort er ook bij, die kleine. Nou, een glittertopje, een glitterbroek en glitterschoenen. Ja. Ik ben er helemaal blij mee. Ja. Ik ben er super blij mee. Ja, en nou gaan we lekker van de avond genieten. Kijk, een vlog heb ik al klaar. Die is al... die is nog niet naar YouTube. Dat moet ik nog doen, geloof ik. Nee, die is al naar YouTube. Ja, ik ben helemaal in de war. Ik zie het programma nog staan. Nee, die is al op YouTube. Ja, echt waar. Eventjes koekeloeren, YouTube Studio. En dan gaan we naar content. Ja, zie je wel, vanmorgen staat hij klaar. Dus helemaal blij, dan kan ik die programma tenminste afsluiten. Kijk, ik heb ook paarse glitter in mijn haar. Dat zou het beste hierbij staan. Ja, en inderdaad, het staat hier ook bij. Opslaan als. Voilà. Kruisje. Het is gesloten. Dus ja, dat dus. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Hier zijn we dan. Het is kerstavond. En daarom kom ik bij jullie binnenvallen. Zomaar in huis. Helemaal in feestkleding. Met mijn hondjes. Alwing ligt daar bij mijn voeten. En Rijka die ligt achter me. Die is bezig met iets lekkers. Hé Rijka? Ja. Dat, eventjes. Hola. Nou gaan we hier foute dingen doen. Dat moet maar niet, hè. Nee. Is dat niet helemaal zuiver? Zo. Nou, ik hoop dat het zo beter is. Ja, ik wil jullie dus namelijk allemaal namens Corina en de beestenboel, Rijk op de bank, Elwing daar op de grond en Kandolf uiteraard zo onschuldig boven. Die lag te slapen daarnet. Dus laat me lekker slapen. Dus ik wil jullie namelijk een hele fijne feestdagen toewensen. En blijf vooral ook gezond en wees lief voor elkaar. Gezond, ja, dat moet gewoon, je moet gezond blijven, dat moeten we allemaal, maar als je ziek wordt, nou, dan word je toch ziek, ja, ook niks aan de hand, als je maar niet ernstig ziek gaat worden, nee, dat is niet leuk, maar buiten dat allemaal, we gaan de feestdagen tegemoet, morgen is het eerste kerstdag, daarna tweede kerstdag, dus we gaan lekker genieten, ja, en mocht je iemand kunnen, die het wat minder hebt dan dat jij het hebt. Haal die naar je toe. Of breng die iets te eten. Zijn ze helemaal alleen? Dan kun je ze beter bij je halen. Ja,
Al is het maar voor één dag of één avondje. Gewoon even gezellig dat het toch eventjes uit de sleur is. En geef ze wat lekkers te eten en te drinken, etc. Want waar er 3 of 4 kunnen eten, kan er ook wel 5 eten, hoor. Toch? En wat te drinken of wat dan ook. Ik wil dat jullie graag meegeven. Wat liefde, wat warmte ook voor anderen. Al is het een vreemde. Ja, maar wees lief. Zwervers genoeg. Ik zou geen zwervers binnen in huis halen. Maar wat je wel kan doen als je dat hebt. Een thermoskan. Wat soep klaarmaken. Doe het in die thermoskan. En deel wat uit. Ja, neem wat oude bekertjes mee. En deel wat uit. Geef die stakkers wat. Die op straat leven. Het is maar een klein gebaar. En je bereikt dan zoveel, want het komt vanuit je hart. Werk vanuit je hart. En het is voor hun een heel groot gebaar en voor jou een hele kleine moeite. Ja, toch? Dus ja, wees gewoon lief naar elkaar. En Rijka die leidt mij een beetje af, want die loopt te snuffelen, die wil weer naar buiten toe. Hè, madame? Of niet dan? Ja, hè? Doe het zo meteen. Ja. Dat doen we zo meteen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Ga gewoon van alles genieten. Deze komende week. Want andere week heb je ook oud en nieuw. Doe dan ook eens iets bijzonders. Doe iets liefs. Wat je normaal niet zou doen. Ga het nu wel doen. En verbeter de wereld, maar begin bij jezelf, zeg ik altijd, hè. Eerst in de spiegel kijken en dan eerst bij jezelf beginnen. Niet wijzen naar een ander. Er wordt op Facebook ook veel te veel gedaan. Niet doen. Kijk eerst even in de spiegel en dan pas kan je wat zeggen. Maar ik niet zeggen, tenminste een heleboel hoor. Ik zeg niet jij of jij of jij, nee. Het gebeurt gewoon in het algemeen heel veel op Facebook. Ook overal hoor, op TikTok, op Tele 2 wil ik zeggen. Ja hoor, schiet mij maar lek. Telegram. Er wordt zoveel gezeurd en zoveel gescholden naar elkaar. Ook op TikTok. Hou ermee op. Wees lief. Je hoeft niet te schelden. Want denk erom. Schelden kan soms meer pijn doen dan in het echte leven een dreun tegen je hoofd of zo. Noem maar wat. Want woorden kunnen pijn doen hoor. Echt. Ik heb het meegemaakt. Het kan ook zo'n pijn doen. Maar oké, wees gewoon lief naar iedereen. Ja, ik loop met de meisjes op straat. Als ik dan mensen tegenkom, ja, 's nachts niet, dan kom je niemand tegen. Dat is dan sporadisch en is meestal een auto. Nou, je kan niet gaan zeggen. Maar als ik overdag mensen tegenkom, is het... Dag meneer, fijne middag meneer. Leg er aan hoe laat dat is natuurlijk. Ja, of mevrouw. Ja, en ik geef ook wel eens complimenten. Van, god, wat heeft u een mooie jas aan of een mooie jurk tegen een vrouw. Een man van de week, nou, ik moest niezen... Tot en met, omdat die man een heerlijk geurtje verspreidde. Een aftershave of zoiets. Dat prikkelde in mijn neus. Ja, dat moest ik niet. En toen zei hij, bent u ziek? Hij zei een ander woord, maar ik doe dat nou even niet. Ik zei, nee hoor. Ik zei, maar dat komt door u. Ik zei, dat is uw schuld. Mijn schuld? Ik zei, ja, u hebt een lekker geurtje. Ik zei, dat prikkelt in mijn neus. Oh, nou ja, dank u hoor, dank u. Nou ja, graag gedaan. Het is maar een kleine moeite om complimenten te geven. Dus waarom niet? Het kost niks. En dat doe je gewoon in het lopen voorbij gaan. Nou ja, dat is toch fijn zoiets. Nou ja, dat moet je gewoon kunnen doen en blijven doen. Wees gewoon lief en aardig tegen elkaar. Bereik je het meeste mee. En niet met schelden of met slaan of wat dan ook. Nee, daar bereik je helemaal niets mee. Hé, meisje lief. Moet je toch naar buiten? Zullen we er even naar buiten doen?
Neem jullie even mee. Even naar buiten toe dan. Hé, wat voor dikke ja. Nou, doe maar. Doei. Zo. Ja, nou ja, dat is mijn boom, hè. Die hadden jullie al, denk ik, in een vlog van mij gezien. Maar ja, ik ben helemaal in de feestsfeer. Ja, ik heb mijn nieuwe kleren aan, nieuwe sieraden om. Nou ja, jullie zien het wel, hè. Ja, helemaal in het nieuw. Ja, dus, maar in ieder geval, ik wens jullie nogmaals hele fijne feestdagen toe. Morgen eerste kerstdag, dan tweede kerstdag. Dus een heel lang weekend, ja. 3 zondagen achter elkaar, zouden ze zeggen. Mary, mijn schuurgaatsje, die ook al eens in de vlog komt. Enkel die is nu ziek. Maar ja, die zei ook al, ze zegt, het is zaterdag. Ik zeg, nee, ik zeg, het is zondag. Oh, ik zeg, gisteren was het zaterdag. Maar ja, maakt niet uit. Kan gebeuren. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. En weet, ik hou van jullie allemaal, stuk voor stuk. En ja, nogmaals, geniet ze en toi toi toi. Doei. Ja, en daar hebben we de meisjes. En die denken ook bij mezelf, wat doet het vrouwtje allemaal? Nou, ik heb een cadeautje voor de dames. Ja. Echt waar. Het staat hier onder de kerstboom. En ja, kijk zelf maar, daar staat Rijka op. En dan heb ik er hier een. En daar staat Elwing op. Ja, dan ben ik benieuwd hoe ze dat open gaan krijgen. Voor jou. En dat is voor jou. Wat zit daar in, hè? Kijk, die heeft er al wat af. Die is ook al knap bezig. Trekken dan, scheuren. Dus, doe maar. Kijk dan, die is al heel eind. Waar is dat? Waar is Rijka daar? Wat is dat voor een raar ding? Wat is dat voor een raar ding? Er komt een diabolo. Wat moeten we dan met een diabolo? Nou, vrouwtje weet het wel. Ga openen. Openmaken. Open. Kan jij dat niet? Maar open. Hier. Ja, kom maar. Ja. Is moeilijk, hè? Maak open. Hey. Wat is er dan? Jij er ook een? Wat, Dickie? Ja, daar kan ook nog wat mee. Daar kan nog wat mee. Hé, hey, Rijka, zou ik Snoepie erin doen? Snoepie erin doen? Snoepje erin doen? Gaat vrouwtje snoepjes erin doen? Ja. Ja, dan moet ik eerst even snoepjes pakken, hè. Ja, wacht maar even. Gaan we eerst snoepjes pakken. Ja. Op met haar. Ja, de snoepjes, bus komt eraan. Dombolientje. Oh. Nou, ik heb hier de bus, lieve vrienden. Dit is de bus. En er zit allemaal van die snoepjes in. Dus,
Nou is het de kunst om. Kijk. Ja, weerskanten. En dan moeten hun die snoepjes eruit zien te krijgen. Ja. Dat is een kunst voor hun. Niet voor mij, maar voor hun. Oh. Ik ken trouwens ook niet te veel in, merk ik. Deze is voor jou. Oh, ruik eens. Oh, waar is die nou voor jou? Die zit hier allemaal in. Dan gaan we die opvullen. Rijka heeft de groene, Elwing heeft een blauwe. Nou, dan doen we ook de snoepjes hier gewoon erbij in. Zo. Oh, wat is dat allemaal, kind? Ja, en hoe krijgen we dat er nou uit, hè? Ja, probeer dat maar, hè. Hey, heel wat werk voor te doen. Ja. Dan zet ik die eventjes op mijn bureau neer. Ja. Waar zit er dan? Ja, pak dan. Pakken. 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 Die neemt hem mee naar mijn mond. Oh, geweldig. Ik ben benieuwd of het zo lukt. Ja. Dat is slim wezen. Dat is slim wezen. Van hoe krijg ik dat eruit? Dat is nadenkwerk. Geweldig! Ja, dat dus. Nou ga ik nog één cadeautje er leggen. En dat is natuurlijk voor Kandalf. Maar die ga ik niet pesten om die naar beneden te roepen of wat dan ook. Nee. Desnoods komt dat morgen wel weer hoor. Ja. Dus het komt helemaal goed. Nou, ik zal dat even op gaan ruimen. En ik zal even wat lekkers voor mezelf klaarmaken. En we hebben al Unity's Love. En ja, als ik het geluid weer had. Het is nou reclame. Dus ja, dat dus. En de vier kaarsjes branden. En ik heb het lekker gezellig in mijn uppie. Ja. En er staat al een videootje online. Want ik heb even een kleine kersttoespraak gehouden. Dus ja, helemaal leuk. Geweldig. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, en toen zat Kandalf op schoot. Ja. En dan kan ik dat cadeautje nog leggen. Ik ben nou echt wel benieuwd wat hij doet als ik hem dat cadeautje voor zijn neus hou. Ja, het is natuurlijk ook ingepakt. Kijk eens, hoe is dat? Kopjes geven, hè, maar openmaken kan jij niet, hè. Ik zou ook niet weten hoe je dat zou kunnen gaan doen. Hè? En jullie staan een beetje te scheef. Zo misschien. Wat is dat? Wat is dat dan? Wat is dat dan? Het vraagje even openmaken. Kan jij niet meer. Wel kopjes geven. Hè? Ja. Zou de ring zitten erin? Wat zou er toch in zitten, kerel? Hè, wat zou er in zitten? Ruik eens. Oeh ja, maar dat lust ik wel. Dat zijn die twee stokjes. Dus ja, ik zal er eventjes los zien te maken. Of kan dat ook zo? Ja, kijk eens. Oeh. Ja, en toen?
Nee, dat is voor Rijka. Ik bedoel voor Kondolf, hè? Ja, maar dat vindt hij wel lekker, nee. Ga eens weg. Ga eens weg, wijfje. Er zit een geurtje aan wat een kat lekker vindt. Nee, is dat weg gewoon. Oh, goeie. Hé, wat is dat dan, kereltje? Hé? Nou dan. Nou, hij is er in ieder geval blij mee, lieve vrienden. Ja. Nou ja, dan zijn wij het ook. Als je een dier blij kan maken, nou, helemaal geweldig. En dan moet ik even zien wat dat nou is. Daar hangt wat aan namelijk. En dat is dat donkere. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dat donkere dingetje, maar wat het is, Joost mag het weten. Maar in ieder geval, dat gaat in de la. En hij heeft daar voorlopig genoeg aan. Dus ja, nou heeft hij ook zijn cadeautje gehad. Ik ben er helemaal blij mee dat hij blij ermee is. De meisjes die zijn, nou ja, Rijka die loopt af en toe nog wat heen en weer. Maar Elwing die ligt uitgeteld van het harnessen met het apparaat. Wat wou je nou? Wat wou je nou, Rijka? Hij is er helemaal woud van. Echt, hij is er woud van. Leuk om te zien. Is dat Rijka? Wat doet hij allemaal? Nee? Wat doet Kandalf allemaal? Geweldig. Maar oké, lieve vrienden. Jullie zien het, hoe lekker de heer het vindt. Kopjes geven, wat doen is spelen. Heerlijk. Blijft hij met zijn nageltjes erin hangen. Geweldig. Hè? Rijka? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, de eerste dag van het feest zit erop, althans, de eerste dag, kerstavond zit erop. Maar het is nu alweer eerste kerstdag, toch? Ik weet niet eens niet hoe laat we leven, echt niet. Nee! Ik heb de computer al uit, dus we pakken de telefoon erbij. Het is 0:55, dus bijna 1 uur, dus het is eerste kerstdag. Maar we gaan eerst een beetje toe, want ik ben echt oh, zo moe. Mijn oogjes vallen dicht. Ik kan niet eens niet de kerstfilm die bezig is afkijken. Normaal kijk ik het af, maar ik kan het niet meer. Ik ben op, ik ben af. Dus ik ga lekker een beetje toe. Ja, dat, we zijn er moe. De meisjes die liggen op de bank al te slapen. Dus dan weten jullie het wel. Die zijn ook moe.
Dus ik zeg welterusten, lieve vrienden. Geniet van jullie nachtrust en slaap lekker. Met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. Wie er naar de kerk toe gaat, en vandaag ook iets geweest, ik weet het allemaal niet hoor, maar het is me deze dagen altijd heel erg vreemd, ook qua kerkdiensten, want gaat ook soms op de eerste kerstdag naar de kerk of wat dan ook, dat hebben we vroeger ook wel meegemaakt. Ik kijk altijd op de computer tegenwoordig, al een paar jaar trouwens. En dat bevalt mij beter dan ik er 's morgens vroeg heen moet. En vooral met dat weer. Nou ja, je komt meer nat eraan dan droog. Dus dat doen we me niet. Maar nogmaals, welterusten. Slaap lekker. Geniet ervan. Van jullie nachtrust. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!